Welkom in Codekraak, waarbij jij de kans krijgt om een keer te winnen. Anders dan bij vele andere spelprogramma's krijgt iedereen hier een gelijke start. Onderweg in 8 afleveringen is het de bedoeling dat je een code kraakt van 24 codegetallen. Elke losse aflevering bevat 3 opdrachten waarbij je 1 codegetal oplost door middel van de berekeningen, rekensommen en puzzels goed op te lossen. Als het jou lukt om de code van 24 cijfers te kraken en als eerste door te geven via mijn Instagram @decodekraak, dan win jij Codekraak 2022. Veel plezier in aflevering 5 van de Codekraak. Wie is de mol? Dat is elk jaar de belangrijkste vraag om te stellen. Er zijn net zoals Nederland veel andere landen waarin hetzelfde soort programma wordt uitgebracht. Hoeveel andere landen hebben ook een Wie is de Mol? Kies het juiste antwoord uit het codegetalrijtje. En dit keer is de meerkeuzevraag wat minder moeilijk, want je zult maar 3 keuzes hebben. Veel puzzelplezier! Nu we het hebben gehad over de tv-programma, gaan we het nu hebben over films. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Wat is de duurste film ooit gemaakt? En hoe duur was deze film uiteindelijk? En hiervoor heb je weer 4 keuzes. Kies het juiste geldbedrag. De radio. We luisteren het vaak in de auto als we onderweg zijn. We kennen het hopelijk wel, de zender Q Music, waarbij elk jaar weer de bedoeling is om een geluid te raden. Het online spel Het Geluid. Dat gaan we namelijk nu ook doen. Ik speel zo meteen een geluidje af en dan krijg je 3 mogelijkheden van goede antwoorden. Dus kies de juiste en je hebt dan je derde codegetal van deze aflevering. En dan is dit het geluid. Dan heb je nu dus de 3 mogelijkheden. Veel puzzelplezier. Als het goed is, heb je weer je 3 codegetallen voor deze aflevering. In de volgende aflevering zullen weer de volgende 3 codegetallen beschikbaar worden. Voor nu bedankt voor het kijken. Volg de Codekraak op Instagram voor hints naar de 3 codegetallen per aflevering. Abonneer op dit kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik je volgende week weer. Laters.